Nou, pak mijn camera niet. Dat ding heeft de duizenden barkie gekomen. Dat klopt niet. Dat klopt gewoon niet. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je kijkt naar een Outlast aflevering. We zijn weer verder. En de vorige keer waren we hier gebleven. We kwamen door dat luikje heen. Nu gaan we even kijken wat we moeten doen om deze lift in te stappen. Nou, sowieso interact. It's coming. Nou, ik neem eventjes afstand. Voor het geval dat er een... Ik kan heel langzaam bewegen nu op het moment. Oké, top. Dit was zo te verwachten. Ik zat al naar die deur te kijken van... Ik moet hoogstwaarschijnlijk daar naartoe. Want it's coming. En dan met de lift en de bla bla bla. Snap je? Het was zo te verwachten ook eigenlijk. Hartstikke idee. En dan hier de trap omhoog. Zorgen dat een handje je niet pakt. En dan hebben we deze achtervolgende scène, als het goed is, dan ook weer afgerond. Dit is toch ook... Oh, hier moet ik onderdoor. Ja. En dan hier weer naar beneden. Dan deze kant op. En dan keren we terug naar de lift. Of what the fuck? Wil je nog sprinten? Of gaan we lekker buggen? Het bugt enorm. Lijkt wel. Hallo, mensen. Ja, leuk dat jullie er allemaal zitten. Ook jij. Ja, leuk, leuk, leuk. Mag ik? Oh, het gaat in automatische... scène nu. Maar what the fuck was dat schokkeren? Dat haalde echt compleet het momentum eruit, joh. Maar ja, ik moest ze gewoon even omleiden. Hij zit toch niet op een dak, toch? Kom van dat dak af. Ik zeg het... 40 feet. Geen idee hoeveel meters dat is. Jess, it's Lynn. Her name is Lynn. Oh god, Lynn, Jess. Nu gaat hij ook nog problemen krijgen met de namen door elkaar heen. 80 voet zitten we nu onder de grond. En hoogstwaarschijnlijk komt hier een bordje met 120. Oh, top. We zitten vast. Why the hell is that? Oké, om gewoon even lekker naar beneden te kukelen in één keer. In Outlast 1 eindigde het ook ergens in een kelder of ergens ondergronds. Dus ik ben benieuwd wat hier exact gaat plaatsvinden. Want we zitten 440 voet onder de grond. Oké, meer dan 440 voet. We zitten mokertje ver. Ik hoop dat er airco is. Anders kunnen we namelijk dat... Jezus, 800 voet. Hoeveel is dit ondergronds? Oké, er komt nu wat in beeld. Zoveel. Zoveel ondergronds, oké? Zitten we goed? Of gaan we nog een keer kukelen? We gaan nog een keer kukelen, hè? Of toch niet? Nou, nee. Is dit de bedoeling? Ja, dit is blijkbaar de bedoeling. Oké. Ik zie bizar weinig. Maar blijkbaar moet ik hier onderdoor. Maar uiteindelijk 800 voet ondergronds te zitten. En de muziek staat me totaal niet aan. Oké, dat was blijkbaar de lift die nog kapot viel. Top, er is geen weg meer terug. Oké, we hebben links. Oké, we hebben alleen rechts. Top. Maar eerlijk, wat is hier nou weer de bedoeling? In een fucking mine... Ik hoor stemmen. Maar in een mijn gaan jullie gekke praktijken houden. Waarom nou weer? Er is hier geen eens lekkere frisse lucht, weet je. Had het ook gewoon bovengronds kunnen doen. Ik dacht al, er moest even een jumpscare aankomen. Tuurlijk, joh. Moet trouwens hier naar rechts toe, naar het water. Oh god. Mino likey. Hoe ga ik hier onderdoor ook weer? Buk, shift, Q, E, control. Dat was hem. Dat is een best goede camera dit trouwens. Hij is zelfs waterbestand. Neemt op in HD. Wat wil je nog meer? Dus even kijken, wat is hier? Oké, daar kunnen we niet naartoe. Dus we moeten sowieso de trap hier naar beneden. Wacht. Ga eens terug omhoog. Ik zag daar iemand. Hallo? Ja, oké, never mind. De mechanic laat het me niet toe om... naar beneden te kijken. Oké, ik ben gewoon verward. Is goed, jongens. Wat jullie willen. Wedden dat ik nu in een schoolscène kom? Ik dacht dat ik iemand hier zag lopen. Ik zie ook daar gewoon iemand lopen. Of is het weer een schim? Want ik zie hem hier niet beneden staan. Ik zit op de trap om naar boven te gaan, hoor. Oh, god. Oh, tuurlijk. De fucking grot stort ook nog eens in. Weet je wat? Dat kunnen we ook nog wel even lekker gebruiken. Fucking grotmensen.
Oh. Het zal misschien de conclusie van het verhaal zijn, maar fuck, wat heb ik er geen zin in. Om gewoon jumpscare'tjes te incasseren en dergelijke. Moet ik hierin? I don't know. Ik ga er wel gewoon naartoe, oké? Want blijkbaar kom ik dan langs die ingestorte steentjes. Ik zie allerlei bloedvlekjes. Hoe staat trouwens mijn... Find Lynn. Oké, ik heb nog een goed aantal batterijtjes over. Gelukkig. Wat is dit nou weer? Waar ben ik nou weer? Kan ik hier verstoppen? Misschien komt er een moment dat ik me moet verstoppen. Even kijken. Dit is gewoon hout. Unlock en open. Ik weet niet wat daar is, maar... unlock. Fuck it! Hero? We Gucci? Hero? Fuck! Wat was daar? Wat is hier overigens? Laat ik eerst even deze hoek bekijken. Oké, dus een tonnetje en dit voor verstoppen. Oké? Oké, dus hier is niks. Dus er is letterlijk maar één gang. En dat is deze, waar we nu naartoe lopen. Bandages can't carry anymore. Maar ouwe, het feit dat die bandages verstopplekken zijn, is gewoon weer een teken dat er gewoon weer een achtervolging gaat plaatsvinden. Of iets grofs, of whatever the fuck. En ik heb er gewoon geen zin in. Ik wil gewoon het einde van het verhaal ontrafelen. La 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 la. Oké? Okay? Volgens mij kwam ik daar vandaan. Ik weet niet wat dit is. Oh! Godverdomme! Oké. Okay. Ik weet zeg maar niet de route die die loopt, maar als ik het goed heb, zit hij daar. Dus als wij hier nu naar rechts gaan, is het bijzonder krap. Krijgen we een achtervolgingsscène. Oh, wat een vreugd. Oh, wat een vreugd. Ik stond lekker. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oké, ik ga wel terug. Ik zat te kijken of ik zeg maar naar links of naar rechts kon. Meestal is dat dan wel het geval. Maar ja, of ik word gewoon even lekker in mijn nek gehakt, pik. Ga hier maar de kier in. Ja, of ik ben gewoon lekker dood. Weet je wat? Fuck. Ow, wat voor fucking bushwookie ben je? Dat je takken op je boom, op je fucking hoofd plak. Nou, leuk. Dit is de scène. Ik spawn gewoon letterlijk voor hem. Dat is het begin van de scène. Dat is de trigger. Dat is de save point. Alleen waar de hel moet ik naartoe? Ik kan me niet herinneren dat ik hier een verstopplek ergens had. Of een plek om hem om te leiden. Dat was het, hè? Oh, ja, tuurlijk. Je komt gewoon uit het fucking plafond. Weet je, dat is ook een leuk idee. Als je gewoon uit het plafond komt. Je idiot. Ik zie je wel. Oh god, er zijn meerdere van hem. Ja, tuurlijk zijn er meerdere. Had ik op zich kunnen weten. Maar hoeveel zitten er achter mij aan? Want dan kan ik daar rekening mee houden. Ik weet niet waar ik hem hoor, maar... Ik ga gewoon naar rechts en... al krijgen we er een in ons gezicht, het zij zo. Ik heb mijn lot geaccepteerd, zoals het is. Hij zit achter me aan, dat hoor ik wel. Ja, lekker iets opnemen. Zullen we dat even niet doen? Ik ga wel leer. Ik ga niet naar links, ik ga naar rechts. Kan ik hem op slot doen? Alsjeblieft. Dank u. Waar moet ik nu zijn? Can't carry anymore, bandagers. Maar is hij hier buiten? Dit loopt enorm dood, man. What the hell was I supposed to do here? Lekker niks. Ik ga wel even hierin zitten. Even mijn leven overzien.
Nou, top. Oh, wacht. Hold to interact. Waarom had ik dat niet eerder door? Die had ik dus eigenlijk hier al veel eerder moeten plaatsen. Dus dit is wel het vervolg. Of... Even kijken, waar kan ik naartoe? Waar kan ik naartoe van hier, vanaf hier? Het is overduidelijk dat je de deur moet blokkeren, alleen... Zen wat. Alleen waar? Geen idee. Oh, wacht. Nu konden we weer hier naar links of hier overheen of... What the fuck? Kan ik hier overheen? Hold to interact. Oké, gewoon terugduwen dus. Hallo, pakketbezorging. Nee, oké. U heeft geen pakketje besteld. Top. Oh, ik snap het al. Ik moet hem denk ik verder naar achter duwen. Alleen, hoe kom ik er dan overheen? Oh nee, en dan kan ik hem naar rechts duwen. Rechts, rechts, rechts. Ga naar rechts. Oh, wacht, daar is de switch. Hoe kom ik bij de switch? Zo. De mechanism is blocked. Ik heb het niet zo met puzzeltjes. Wedden dat als ik dit nu ga duwen, dat er dan zo'n goochem in mijn nek komt. Nou. Nee, toch niet. Hartstikke idee. Daar zijn we dan. You've done something. I want you to tell me. Waarom hoor ik nou ineens stemmen? Fucking weet je. Hallo mensen. Zie je hem daar? Dat is zo'n enge. Alleen. Ik kan de route niet echt zien. Oké, of je doet gewoon even de deur dicht. Weet je, dan ga ik gewoon toch lekker hier onderdoor. Lekker waar iemand anders ook al is geweest. Oh, heerlijk. Hallo Fred mensen. Hoe is het? Oh. Die steen gaat vallen. Die steen gaat vallen. Niet op mijn voet alstublieft. Dat zou zo zeer doen. En dat is toch zo naar. Hij valt. Hij is gevallen. Er is wederom no way back. Mooi man. Mooi. Even weer een batterij vervangen. Was dat niet dat liedje toen dat ene monster kwam? I don't know. Het is een lange trap. Wat, ja, ik zit meer echt zo van, wat de fuck is hier allemaal gaande, joh. Ik heb gewoon letterlijk geen idee. Maar het is ook zo apart, weet je, dat monster met al die armen en shit. Hoe komt die überhaupt door zulke soort krappe gleufjes heen? Dat verbaast me ook nog eens. Kan ik, oké, ik ga al. Hallo, water. Oh, kom op. Voor vastgehouden door de Bushwookies. Wie ben jij? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. What? I want to see your true face. What? Your seed will burn this world. Where's Lynn? Mother. Burn. What? Mother. Burn. Mother burn? Oh, ze gaan Lynn verbranden. Oké. But welcome her infant lord. Naked, hiding nothing. I lived in this mess. Crazy motherfucker! I show my true face. Show me your true face. Wat is dat? Oh, hallo. Is dat gewoon modder? Ik wil anders wel wat modder op mijn gezicht smeren, hoor. Oh, tuurlijk valt er net een steen zo gelukkig op die twee, links en rechts van me. En nu is het tijd om te rennen. Rennen. Nou, nee. Ze zitten mijn nek en ik moet natuurlijk weer de juiste weg zien te vinden. Door al deze chaos heen. Fuck! Dat is altijd bij dit spel. Zorg dat je de juiste route kiest. Eens even kijken. Rechts. En ergens moest ik hier weer links. En dan moet ik daar aan het einde moet ik weer rechts. En vanuit daar weet ik niet welke kant ik op moet. Oké, hey, lekker stenen. Even links langs glippen. Oké, dat kostte gewoon niet mijn leven. Maar het lijkt me dat zij, diegene die achter me aan zit, ook wel... daar doorheen kan glippen. Dus. Must. Your father.
Ga je even stoppen met zo vies te fluisteren en shit? Fuck, ik haat deze. Ik haat het. Ik heb het gewoon niet naar mijn zin. Dat is gewoon het ding. Het is gewoon meer dat nieuwsgierigheid naar het verhaal mij door de... hoe zeg ik dat? Doordrijft om door te gaan. Ja, what the fuck, bro. Yo, you good, bro? You good, bro? Fucking, waar zeg maar het felle licht is, daar is zij. Want hier rechts is ook fel licht. Alleen dat is gewoon een lamp, zeg maar. Alleen dit is een trigger waardoor zij komt, zeker. Nee, geen eens. Het was gewoon per toeval. Oké. Okay. Had ik het stroom niet voor die uitgezet? Fuck it. I'm going for it. Ondanks de elektrocutie. Ja, oké. Okay. Weet je wat? Daar had ik het stroom toch voor uitgezet. Ja, what the fuck, bro. Hier, dan zet ik nu zeg maar die shit uit. Maar is er nog ergens een trigger of zo? Dan moet ik gewoon de stroomkabels volgen. Even kijken. Oh, hier zit er nog één. Oh, dat, ja, die zag ik net niet. Oké, dan wacht ik even totdat ze weer deze kant op komt. Want volgens mij heb ik iets getriggerd. En dan moet ik even het patroon afwachten. En dan kan ik uiteindelijk onder die stroomkabeltjes door. En dan zitten we goed. Kijk, zie je? Ze loopt dan zeg maar gelijk door naar rechts. Als ik nu snel ben... ik ga er gewoon voor sprinten. Ik weet niet of ik iets getriggerd heb, maar ik ga er voor sprinten. Bip, 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 bidip. Bip, 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 bidip. Stoot je hoofd niet. Dank u. Hé, we hebben het gehaald. Het duurt zo fucking lang allemaal. Zo onnodig lang. Nou, hier zou ze nu toch niet kunnen komen. Nou, het is een horrorspel. Die niet echt de realiteit handhaaft. Dus, uiteindelijk kan ze hier gewoon wel komen. Garandeer ik je. Kijk. Oh, kijk. Is dit een lift? Dit is een lift. Maar die kunnen we nog niet gebruiken. Misschien, als we zo direct, weet ik veel, Lin hebben gered. Dat we dat dan wel kunnen doen. Even het karretje vooruit duwen. Ja, laat maar los. Dan breekt het hout verderop. Hartstikke. Hartstikke ruk! What did you do to her? Oh, nu moet ik mijn kar terugbrengen. Oh shit, hij komt al. Oké, als het goed is, komt de kar dan gewoon nu weer terug. Interact. Oké, ja, ik deed het, maar hij ging al recht vooruit. Oké, dit zal vast wel voldoende zijn. En duw, 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 duw. Laat los. Go rechtdoor en breek het doorheen. Hey, hey. Nou, meneer de schim, zullen we dat even niet doen? Godgloeiende. Het ging al prima zonder u, hoor. Even kijken, ik kan rechtdoor kan niks, dus ik moet naar links. En dan heb ik hier weer een keuze. Oh, heerlijk. Zoveel keuzes. Misschien dat ik daar naar beneden moet, maar ik ga eerst... Oké, ik moet hier naar beneden. Oké, top. Ik val. Geen idee waar ik ben. Oké. Ja, er missen dus inderdaad een hele hoop traptreden. Dat had ik inderdaad niet kunnen zien. Wat hebben we hier? Love you. Not like I do. What the fuck? Bro. Oh, fuck me. Kruip. Schiet nou toch eens op. Je leven hangt er van af. Kom op, joh. Kom op. Het is nou echt even genoeg geweest, hoor. Kruipen dat je zal doen. Oké, ik heb een keuze. Links of rechts? Rechts. Let me go right. Oké, dat is gewoon een compleet andere route. Maakt op zich niet uit. Kruip! Come on! Hier weer een keuze. Links of rechts? Nou, rechts. Ja. En dan rechts. Oké, dan weer. Zo. Blijf op de balkjes sprinten. Goed, goed, goed hoor. Goed hoor. Ik zie dat verderop licht. Ik weet niet of dat positief licht is of negatief. Ongetwijfeld zullen we er wel naartoe moeten. Of het nou positief of negatief is. Of dat nou stenen zijn die vallen. Of enemies. Maakt even niet uit. Ik moet... ik ga daar wel naar het licht toe. Die kan ik niet omhoog klimmen volgens mij. Nee. Hallo lichtmensen. Hoe is het?
Okay, ja, ik ga nu wel weer de goede kant op. Het is af en toe toch echt even kijken en mikken en doen. En het is altijd maar zo'n gedoe en sprinten en achtervolgingen en een ladder omhoog. Ja, wat een gedoe allemaal. En mijn karakter zit ook nog te schokken alsof hij... Ik weet niet. Hij zit flink in de knoei met zichzelf. Ik heb letterlijk geen idee waarin het toe leidt. Ik vind deze mijn scène ook eigenlijk veel te lang duren. Als het aan mij ligt. Hey, een lekker schimmetje. Of in ieder geval een schaduw. Om voorzichtig aan. Bukken, kan dat? Nee. Springen. Ja. Oké. Okay. Serieus? Nee, toch? Of moet ik hier omhoog klimmen? Ik heb niet echt veel bewegingsruimte, maar... Hallo? Hallo? Oké. Okay. Ja, we zullen wel moeten volgens mij. Of moeten we die kant op? Laten we eerst even deze kant op kijken. Misschien dat hier nog een extra batterijtje ligt. Want ik heb nog één batterij over. En deze is al zo'n beetje op. Hallo, batterijtjes? Een bandage. Nou, ik hoef mezelf niet te bandagen, maar bedankt. Wat gaat hier gebeuren? Geen idee. Een briefje. Top. Geen idee wat er stond. Mocht je het willen lezen, had je even het beeld te pauze moeten zetten. Ik heb namelijk niet zo'n zin om alles te gaan lezen. Wat ik wel zin in heb, is om dit verhaal af te ronden. Oh, ik glip. En ik glij. En ik glibber. Wat is dat? Zand in mijn neus? Nou, pak mijn camera niet. Dat ding heeft duizenden barkie gekomen. Dat klopt niet. Dat klopt gewoon niet. Maar oké, okay, ik moet dus nu gedrogeerd verder lopen. Kom ik nu bij het ritueel terecht? Waar Lin is? Nou. Nee. Ja, je hebt net wat zand in mijn ogen gestrooid, dus ik kan moeilijk kijken. Maar ik loop langzamerhand die kant op. Oh my god. Lin! Heel ritueel hier. Lin! Lin! Ja, ik probeer dichterbij te lopen, alleen het helpt gewoon niet. Ze zijn ook gewoon omgeven door bushwookies. What the fuck zijn ze aan het doen? Vulgair! Ongelooflijk. Wat? So much. No. Lin. Wat? Wat? Aha. I'm beating you. Get off. Get off me. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Ik had niet verwacht dat dit een schoolscène zou worden. Ik dacht dat we klaar waren met de schoolscènes. Wat? Oh! Oké, okay, dus ik moet nu bewegen. Wat? Wat? Wat doen we hier? Wat? Wat is dit voor diepe grot in de schoolkantine? Ik hou gewoon W ingedrukt en het sturen gaat blijkbaar vanzelf. Maar oké. Okay. Waar is zijn vriendje en vriendinnetje, neem ik aan? Why you have to be so precious about it. Did Lin ask you to ask me? I asked first. So, I don't know. Dude, waarom is deze school zo Shut creepy up. Om fucking... You are. Wat is het? Oh, het is 8:45. Wat doen we nog op school? Echt, als ik dit zo was, dan zat ik al thuis spelletjes te spelen, joh. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. Dude, this is creepy. Waarom zou je vrijwillig zo laat nog op school willen ronddwalen? I don't know, man. Shit's eng. Ik hoor iets piepen, by the way. You think your parents are home yet?
No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. God, deze scène duurt zo lang. Do you know Jessica? Oh! What? Sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? You were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. Yet? You don't want to get in trouble, do you? Just What? Stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Nee. Do I need to call your parents? Nee, Jessica, doe me niet. Do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Dude! Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. What the fuck? Hey, I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's awkward? The matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Yo, ren dan gewoon via die andere deur. Dude, what the fuck? Oké, ik ben weer in controle. Wat? Nee, ik wil deze deur kunnen nemen zodat ik uiteindelijk... What the fuck? Bro. Eh, fuck it, dan ga ik wel naar huis. Wat? 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 Ik kom al. Wacht even. Mijn korte beentjes rennen niet zo snel. Ja, ik kom al. Dude. What the fuck, bro? Wat is hier gebeurd? Wow, 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 wow. Ik kom al. Wacht even. Wat heeft die guy met je gedaan? Hallo, neem een wijde buitenbocht. Hallo? Bro. What the fuck heeft hij gedaan? You think you saw. Huh? What? What? Huh? What? Ja, ik ben zo verward. Wat gebeurt hier? Je kan niet zomaar me uit een schoolscène schoppen om vervolgens weer in een achtervolging te gooien. Ik snap er de touwtyfus niet van. De overgangen zijn zo onlogisch. Waar is Lin? I don't know. Ik stond op het punt om een ritueel van haar te bekijken. Ben ik nu weggesleept? Wat is er gebeurd in de tussentijd? Oké, ja tuurlijk. De trap stort ook nog even in elkaar. Lekker trap lopen. Hallo. Fuck. Lin. Ik kom al. Lin. Hallo. Ik ben er. You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Oké. Okay. Oh, krijgen we weer zo'n scène. We have to get out of here. We have to get out of here, hero. Ah, kijk. Licht. Of iets. I don't know. Wow! Wow, 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 wow. Kalm aan. We have to find shelter. Yeah, yeah, yeah. As far from those places we can get. Yeah. Oh. We sprinten al. Je zit er constant links in mijn beeldje. Dat is fucking irritant. Ah, kijk hier. En dan... Duik daar maar even onder. Down here. We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay. Yeah, voorzichtig aan. Jesus. Be careful. Ah!
Fuck! Fuck! Oh my Lynn. God. You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Wat een zootje. Ik kan wel een douche gebruiken. Ik tevens ook wel, maar... En nou dan... I need to lie down. Ja, hier, neem dit bed. Hoppakee, ga maar lekker liggen. Het is een gespecialiseerd matras voor zwangere vrouwen. It's gonna be okay. Oh shit, come on! Oh my god, een achtervolgingsscène met mijn zwangere vrouw. Je hebt me verdomme. Ja, dat kan je wel zeggen. Oh, are you kidding me? Ja, I know. Het is vervelend. Jij bent zwanger, je moet rennen en shit. I know. Ga rennen. Als je nu gaat liggen, dan krijg je een pickaxe in je maag. Dat lijkt me ook weer niet zo lekker. Oké? Okay? Even door in verhouding, weet je? God, give me voice. God, guide my hand. God, give me voice. God, guide my hand. God, give me voice. God, guide my hand. God, give me voice. Wat? Hoe viel ik ineens? Wat? God kan goed speer werpen, joh. Fuck you! And fuck your god! Wow! Tot dusver, we hadden gewoon terug kunnen lopen naar dat bedje, zodat je weer even rustig aan kan doen. Maar nee, we gaan blijkbaar verder. Oké. Wow, rechtsaf. Nee, linksaf. Moeten we hier doorheen? Fuck, bro. Wow, oké, ja, ik twijfelde of ik nog goed liep, maar blijkbaar wel. Ja, she's coming soon. Ja, oké, ja. Nog niemand is volgens mij sprintend bevallen, dus... We can take shelter. Fucking chapel, are you sure about that? Kan ik hier niet gewoon rechts in dit huisje of zo? We have to get inside. Oké, we zijn er. Hallo. Is er ergens een bed? Ah, kijk hier. Nou ja, die is een beetje bedolven met troep. Hallo. Even filmen hoor. Even filmen. Hoe mijn vrouw gaat bevallen. Serieus, ik hoef je toch niet op dat ene pijnbed te leggen, hè? Ik ga je op dat pijnbed leggen. Oh god. Dat is gewoon gedoemd om fout te gaan. Oh shit. You need to lie down. I can't do this. You can do this. Oh God. Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck. Oh god, moet ik hier naar kijken? For real? Nee, oh god, dude. Oh god! Oh god! Keep breathing! It's just push! Oh god, daar is hij! Hallo, mijn jongen! Die gaat het niet overleven, ben ik bang. Dat is zoveel bloedverlies. Oh Jesus god! Ook gewoon, het kind kwam eruit met echt nog de navelstreng gewoon, die was al afgeknipt of zo. Lynn. Ja, baby. Ik kan begrijpen dat het fucked up is. Man. So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Schoolscène. Like in Beauty and the Beast?
Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Oh, nou gebeurt dit. Ja. Yeah. I got you again. That's the child, isn't it? Wow, kan je even dat mes wegleggen? I've taken care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. Yo, what the fuck? I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Oh bro, come on. Misschien naar kijken. Ik kan ook gewoon niet wegkijken. Had je dat ook gewoon niet even buiten kunnen doen of zo? Fuck bro. Nou, Lin is dood. Die guy is dood. Blijft weinig over. Goedemorgen, Amerika. Daar zijn we dan. Oh, muziek. Nou, nou, dat is wel genig. Hé, hey, trouwens, Jochie, ik noem jou, hoe zal ik jou eens noemen? Johan. Jij bent Johan Fredericus Hangelitus. Omdat, ja, deze persoon hier hangt. Dus ik dacht, Hangelitus is wel een geinige achternaam. Nou, als iedereen gestorven is, ja, dan kan ik gewoon lekker soepel naar huis. Wat de fuck is er met die zon aan de hand? Je kijken hoe die... Oh, bibber... Wow! Dit zijn gewoon allemaal normale mensen. Terwijl ze er allemaal... Tenminste, eerder zagen ze er allemaal zo vreemd uit. Oh, wat is dit? Supernova. And we did. Oh god, weer een schoolscène. Serieus, alsof ik nog niet fucking genoeg heb gehad. Oké. Okay. Try to find me. Waar ben je? Oh, dat is deze kamer. Hallo. Gaat vast iets fucked ups gebeuren. Zo, wat zie je er bleek uit? Oh, vandaar. Ja, top. I'll never let you go. You'll never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Ik denk dat dat hem is. We did it. Red barrels. Ze hebben het gedaan. Yo, what the fuck was deze game? 1,5 verwarring. Ik begrijp er zo weinig van. Er was compleet chaos. Ik hoop dat jullie er wat van hebben gesnopen. Aangezien ik snapte er vrij weinig van. Er waren heel veel achtervolgingen en shit. Maar
We zijn daadwerkelijk aan het einde gekomen van het spelletje. Wat vond je ervan? We hebben 9 afleveringen eraan besteed. Was best geinig. Al moet ik een voorkeur geven ten opzichte van Outlast 1, Whistleblower en nu deze. Zou ik zeggen dat 1 mij nog steeds het meeste beviel. Aangezien, ja, het was toen nieuw en dat zat allemaal wat logischer in elkaar. En hier werden we van hot naar her geflitst. Van schoolscène naar opeens weer achtervolging. En dan zag je die overgang niet. Dus dat was allemaal heel erg verwarrend. Maar overal een best vermakelijk spelletje. Ik zou zeggen, nou, dit was hem dan. Wil je toevallig nog 2 andere afleveringen van mij zien? Van wat de fuck dan ook. Druk hier. Er staan 2 knoppen naast me. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Doei doei!